Deze prachtige midweekse avond, dinsdagavond, met die werkelijk schitterende, optrekkende mist, zie ik daar ook wat sponsorborden. Ibo, een van de vrijwilligers van DVS 33, al jarenlang. Werk jij daar ook aan mee, aan het ophangen van die borden en zo? Nou, normaal gesproken wel, maar ik zit nu op dit moment aan het appeltjes plukken. In de polder, dus dan kom ik niet op het ogenblik naar DVS toe. Dus ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren, die appels. Ja, dat moet zeker gebeuren. Hè. En die moeten eraf. Dus, Ibo, ik heb met jou een... Ook wel, hè. Dan werk ik daar ook wel aan mee. Ja, precies. Want en die vrijwilligers zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Want die verzetten vreselijk veel werk, hè? Ja, dat is één ding wat zeker is. Hè. Dat is heel duidelijk natuurlijk. Ja. Oké. Hey, wij gaan een beetje richting de catacomben. Want ik merk gewoon dat heel veel supporters daar misschien nog nooit zijn geweest. Toeschouwers die elke week hier komen, die weten niet wat daaronder allemaal is. Maar dat is echt het een en ander te zien. Ja, dat is het hart van de vereniging, hè, van het eerste, zeg maar. Zo is dat. Wij wandelen daar even rustig naartoe. En ja... Onderwijl komen al wat spelers van het eerste hier het veld op voor hun wekelijkse trainingsavond. En wij gaan langzaam maar zeker, wat de toeschouwers natuurlijk elke zaterdag zien, met de rust en met het eindsignaal. Dan lopen ze hieronder en dan kom je in de catacombe van DVS 33. Ja, die tijd heb ik helaas nooit mee mogen maken. Dus. Precies, ja. Maar je hebt toch nog wel een blauwe maandag in het eerste gespeeld, of niet? Ik heb een enkele wedstrijd in het eerste gespeeld. Geen seizoen, zeg maar, achter elkaar door. Maar ik was dus een beetje een invallertje, meestal, als er wat gebikkeld moest worden. Ja, wel vaste kracht van de tweede, Ibo, hè? Dat was ik wel, ja. Waar we naartoe gaan, dat is naar de goede oude tijd. Kijk nou toch eens, dit soort foto's, dat is toch ongelooflijk uniek, hè? Ja, de namen staan erbij, maar ik herinner mij onder andere, hier staat 1936, maar in 1960 was deze jonge heer, die was voorzitter van de jeugdcommissie. Was er toen natuurlijk al wel een stukje ouder, 24 jaar later. Wie is dat? Dat is Dirk Broekhuizen, hè? Dus ja, dat was een hele goede man. Prima. Ja, maar ja, zo staan er natuurlijk meer op dat bordje. Wijs maar even aan. Mijn kaartmaatje van de Veluwe, Jaap Sliep. Dus dat was ook een, daar gingen we altijd heen met de lotto. Harry van der Weijen deed dat later ook wel natuurlijk, maar Jaap Sliep die deed dat ook. Hè. Was het ook een stenen slieper of was het gewoon zijn achternaam? Was zijn echte naam, hè, Sliep. Ja, maar zaterdags was hij wel wakker. Ja, dat was hij zeker. Ja. En dan sliep hij niet. Oké, hartstikke mooi. Staan er nog meer op waarvan jij denkt, ja, die ken ik wel? Ja, ik ken de Drees van Duinen natuurlijk. Hè. Dat was echt met de pet op de man. Een hele bekende, hè? Daarnaast Adrianus Otto Stolk. Dat was een man die zat in de verzekeringen. Nou ja, dat is echt menig een van de vereniging die kent hem natuurlijk niet, maar... Ja, het was toch ook een DVS'er. Nou ja, dan gaan we naar de onderste rij toe. Zie je van Zoelen, zie je daar al in de goal. Terwijl die Joop van Zoelen? Ja, terwijl het eigenlijk toch een middenvelder was qua voetbal. Maar ik heb nooit eigenlijk begrepen waarom die man in de goal stond. Want volgens mij hadden ze niemand anders op dat moment, maar... Hey, Ibo, hoorde mijn schoonvader, Eb Knoppert, hoorde die hier niet bij? Is dat niet een beetje een leeftijdgenoot van deze jongens? Of was die toen even iets jonger? Dat zou kunnen. Ik ken Eb Knoppert heel goed van de muziekvereniging van vroeger. Want daar zat hij vlak naast me met zijn saxofoontje. Maar
Ik kan niet schatten of die in die leeftijdsgroep van deze zit. Hij zal daar niet ver vanaf. Precies. Ik heb met hem natuurlijk altijd de mooiste verhalen over vroeger. Want ze hebben ook echt om het Nederlands kampioenschap gespeeld. Ook wedstrijden tegen Dovo, tegen SSVU. En dan, als ze dan uit moesten, dan gingen ze op zo'n platte kar. En, maar wel enige flessen van dat witte vocht hadden ze meestal mee, Hibo. Weet jij daar ook nog wat van? Nou, daar zit ik niet zo goed in. In dat vocht misschien wel, maar niet dat, dat ze op die platte kar door het dorp. Daar weet mijn broer meer van, denk ik. Ja, nee, niet op de platte kar door het dorp. Maar echt, zo gingen ze naar die uitwedstrijden, weet je? In de vrachtwagen en zo. En dan werd het, Hibo, ruige vraag. Vroeger zelf ook nog meegemaakt natuurlijk, hè, dat we naar Garderen gingen en zo. En ja, dat was allemaal. Van Garderen kwamen ze hier met de vrachtwagen en daar ging de klep open en dan kwamen de spelers eruit. Dus dat was... Rollen. Ja, ja. Denk ik Hibo of niet. We gaan naar een episode verder. Dan gaan we even kijken. De volgende foto. Ja, dit is natuurlijk het hol, hè? Het hol van DVS. Hè? Ja, 1951 zie ik daarboven staan. Ja, nou wijs maar aan en misschien weet je nog wel leuke anekdotes hierover. Ja, hier zitten natuurlijk de vernieuwenhuisjes op, hè? Bertus Vernieuwenhuis. Die was toen nog heel jong daar, hè? Of niet? Ja, die was zeker toen nog heel jong. Eén van de jongste, denk ik. Hè? Een van de betere spelers van DVS ooit, hè? In ieder geval een enorme goalgetter, of niet? Ja, dat kon hij zeker. En, ja, hij is helaas toen ook nog eens even weg geweest bij de club. Ja, hij is even naar een hele vreemde club gegaan. Even naar de buren gegaan, ja. In Harderwijk. Dus ja, dat werd hem niet in dank... afgenomen hoor. Wat gemaaid moet worden, geloof ik. Ja, hoe dat? Ja. Nee, laten we daar maar niet verder over. Oké, prima. Ja, nog meer? De gebroeders de Gier, hè, die staan erop. Welke? Ja, dat is, die Henk de Gier. Dat, ja, die moet ik ook even kijken hoor. Dat is deze hier in het midden. Dat mannetje, daar moest je altijd uitkijken als je langs de lijn stond te kijken. Dat je niet iets... Uit zijn gezicht in jouw gezicht kreeg. Want die kon zo heerlijk met zijn neusje wat rommel eruit gaan gooien. Oh, dat ja. En dat was altijd, ja. Lekker. Ik zie hier nog een bekende Ermelower, Elfstede, toch? Egbert Vossenbelt, hè? Ja. Een echte sporter, hè? Lang bij DWS gevoetbald, maar ja, schaatsen, dat was zijn lust en zijn leven, denk ik. Dus ja, dat deed hij heel graag natuurlijk, hè? Hebben wij Jan van den Berg natuurlijk als robuuste verdediger gehad bij DVS en later ook als trainer. En dit is zijn vader, geloof ik, of niet? Dat is Jan van den Berg, ja. De leerlooier, hè. Dat was zijn bijnaam. Ik vind deze man ongelooflijk lijken op je hebt dat kapsel van Bertus Bakhuis. Beb Bakhuis. Bakhuis, ja. Het is geen Bakhuis, maar het is Bakker, hè. Maarten Bakker. Dus. Dat waren toen natuurlijk de helden voor dat soort figuren. Ja, zeker. Ja, ja. Hier zie ik ook nog een bekende. Die loopt nog steeds elke zaterdag als hij hier bij DWS komt rond alle velden. Dat is Rijn Kok, is dat. Ja, Rijn Kok, ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Okay. Dat is echt een... ja. We gaan weer even verder. We komen langzaam maar zeker in de tijd dat ik op de club kwam. Ik had het er net al over met Dirk Broekhuis als voorzitter van de jeugdcommissie. Dat was in 1960. Ja, dit was een beetje het begin van langzaam maar zeker wat een glorietijd begon te worden. En dat eindigde uiteindelijk in een kampioenschap in 1963. Die foto boven in de bestuurskamer, weet je, die grote, op die wand. Dat was die kampioensfoto van 1963, weet je wel? Misschien kun je hier ook nog wel even wat namen. Er staat enig één op natuurlijk die hier ook op staat. Hè? Ja. Ja. Kijk, dit jonge ventje, het is niet te geloven. Volgens mij was die 16 of 17. Dat is Jaap Tempel, hè? Ja, ja. Ja, dan ga je door, dan kom je bij Kees Sterk. Technicus, hè? De oude postbode van vroeger en een man die ook nog in de magie gezeten heeft. Volgens mij is dit Kees Sterk. Oh ja, sorry. Dat is Witteveen. Ja, dat is Witteveen. Kees Sterk staat hier, ja. Ja, ik was fan van die jongens. Hè. Ik ging met de bus mee, met de uitwedstrijd. Dat vond ik prachtig. Nee, dat is zeker, ja. Ja, we gaan met die man met de witte broek. Abraham van den Berg. Ja. Ja, dat is ook weer zo'n figuur. Ja, en dan kom je natuurlijk weer bij Gijs terecht. Gijs van Hunestein. Die militair. Wim Schenk. Schenk staat erop. Daarnaast is...
scheppen. Doe eens even voor, hoe deed hij? Hij paaste echt zo, beide handjes zo. Ja. En dan kwam die bal zo, altijd hetzelfde. Een heel mooi mannetje was dat altijd. Ja, prachtig, ja. Prachtig. En dit ook, ja, dat is een broer van Bettens, hè. Ja. Die wordt er altijd nog van beticht in een wedstrijd bij Hamstra vroeger. Door de keer bewust tegen VVOG in zijn eigen goal te schieten. Maar ja, of dat ook helemaal waar is, dat... Maar waren die Chinezen, de Bel-Chinezen er toen al, Jibo? Die waren er toen al, ja. Hey, Wouters, razendsnel. Nou, dat is geen Woutersen volgens mij. Daar zit ik over te dubben. Is dat geen Grossman? Volgens mij is dat even Wouters, hoor. Maar nou ja. Dat zou kunnen, maar dan heb je hier natuurlijk nog Tony Boerboom, hè. Die het grootste gedeelte eerst in Frankrijk woont en... nu toch geregeld weer bij DVS te zien is. Elk jaar komt hij wel weer hierheen. Hè? Ja, leuk. We gaan weer een episode verder. Dat is de laatste foto. Nee, de ene laatste foto. Want er komt er nog één aan, zie ik. Ja, mooi. Dit is... het lijkt een kampioenselftal, Jibo. Ja, dat is zo te zien wel, hè, aan de bloemen. Ja, dat is het elftal van Bert de Wouters, hè? Onze trainer van toen die tijd. Ik vind persoonlijk de beste trainer die wij gehad hebben. Dat is een ongelooflijk goede trainer. Ik heb hem in de jeugd gehad en dat is echt een topper. Ja, zeker. Een hele goede trainer. Noem eens wat, ik zie hier, wie is dit ook weer? Dat is Jan Toes, hè? Onverschrokken verdediger, hè? Ja, zeker. Ja, je kunt het rijtje een beetje afgaan. Je hebt Vriesema staat daar en Bert Hop daarnaast. En Freek van der Wal, Peter Snoek daarnaast en Henk Hop. En dan kom je met de keepers. Dat Theo Smit, ja. Nou, good old. Zo'n Corrivee. Ja, zeker. En Erik Maat. Ja, ja. En onze verzorgster niet te vergeten, hè. Die niet te vergeten natuurlijk, hè. Nee, maar die loopt hier nog steeds, hè. Dus die vergeten we nooit. Die vergeten we nooit meer, hè. Geerling, Hamstra. Ja, nee, dat is een leuk... Techneut, hè? Chris van Koerten. Van Koerten, ja. Ja. Zo'n lekkere harde werker, hè? Ja, zeker. Nou, dat is een bikkelaar, hoor. Ja. Oh, hier zie ik ook nog een bekende, hè, of niet? Dat was de voorzitter van toen die tijd, hè? Ik geloof dat Joop is. Je broertje, hè? Oké. Ja, dit waren mooie tijden, hè? Het is een prachtige foto. Ja, zeg eens. Dat is natuurlijk helemaal mooi, onze secretaris. Oh ja, Tromp? Richter. Ja, geweldige man was dat. Die stond altijd midden achter de goal. Hij keek door alle netten heen en hij stond die keeper soms helemaal gek te maken. Dus dat was echt schitterend was dat. Bijna Mr. DVS, hè? Prachtig, hè? En nu is een beetje de laatste wel zo in de jaren, schat in de jaren 90 of zo... daar gaan we. Let op. Ja, dit was de tijd van Düsseldorp en van Panhuis. En ene John Kamphuis. Kun jij die eruit halen? Die moet er ook nog op staan, hè? Ja? Het is echt John Kamphuis. Die vinden we wel. Ik denk hier naar boven. Ja, rechtsboven, denk ik, zo'n beetje. Dat idee heb ik wel. Dit is hem. Dat is de assistent-trainer van het eerste. Ja, die interview ik regelmatig voor Veluwe FM. En hij doet zijn praatje wel steeds goed. Natuurlijk Tony Jochems. Triest wat er allemaal gebeurd is later. Maar het was natuurlijk een geweldige voetballer. Absoluut, een zeer goede voetballer, ja. Zijn broer speelde bij SDVB en ook nog bij Feyenoord, hè? Ja, inderdaad. En dan zie ik mijn vriend hierop staan, Gerbrand Bos. Jarenlang leider geweest van het eerste. Die heeft heel veel elftallen versleten. Dus nee, dat was echt de leider van DVS. En daardoor is hij denk ik ook erelid geworden. Hè? Heel goed. En verder nog bekende. Ja, kijk hier. Die zag je ook nog tegen Oud Vog, hè, laatst bij Kika. Ja. Sander Molly en Abel staat er natuurlijk op. En Hassan. Hassan El Makrini. Een prachtige naam. Ook een hele goeie. Ja. De trainer van de EFC. Van de EFC, Paultje Hartenberg. Ja. Precies. Ja, zo kun je nog even doorgaan natuurlijk. Hè. Ja.
Wim Beerman. Oh ja, natuurlijk, die topscorer, hè, Wim Beerman. Uit Lelystad, geloof ik, kwam die. Uit Lelystad, ja, inderdaad. Ja, dat was mooi. Ewout Noordermeer. Zo'n basisspeler, maar toch ook wel goed inzetbaar. Als hele goede voetballer, Duncan van Koesveld. Ja, dat was zeker een hele goede. Ja. Maar er staat er nog eentje op en die zijn naam, die ben ik kwijt. Ja, ik ook. Als Gerbrand hier was, dan wist ik het wel, maar dat was een hele goede voetballer. Ja. Mooi, hè? Goud van oud, hè? Hey, nou hebben we net het over die sponsorborden gehad. Ja, daar hebben jullie heel veel mee te maken gehad. En nu dit bord, dat is ook door vrijwilligers in elkaar gezet. Onder andere Gerbrand, denk ik, het meeste, of niet? Ja, Gerbrand heeft hier de hele constructie van gemaakt, hè? Zo op die muren. Ja. Die bordjes zal hij wel niet gemaakt hebben, denk ik, maar... Maar als je dit toch ziet, Hibo, wat een ongelofelijke hoeveelheid sponsoren DVS 33 heeft. Hè? Zij, weet jij ongeveer bij benadering wat het voor sponsoren zijn? Ja, dit lijkt me wel vrij duidelijk. Hè? Dat... Heel duidelijk, hè? Die was afgelopen zaterdag nog de sponsor van het weekend. Ja. Dan gaan we naar Van der Meen natuurlijk, die hier alles levert. Ja, Intersport, er staan er verscheidene natuurlijk op. Hè. Advocaten, Beter Bad, dat zegt me eigenlijk niet zoveel, maar ja, Dagje Dolfinarium. Via Foppen natuurlijk, hè? Dat was toen via Martin Foppen. Ja, Düsseldorp, kun je wel zeggen via Bonnie, maar... Ja, dat dacht het wel, maar... Dat zegt me ook niet zoveel, ik ken de meeste wel, maar... Daar natuurlijk ook nog een keer langs, maar het is als je dit allemaal zo ziet en je laat het de revue passeren, dan zit het met DVS wel goed met het budget, denk ik. Zeker, de businessclub die doet daar heel veel aan natuurlijk en vooral Martijn Hulsje die verdient toch wel, vind ik, een extra pluimpje, want die komt geregeld met weer met nieuwe mensen aan en afgelopen zaterdag was dat, dacht ik, ook weer een nieuwe. Ik weet even de naam niet meer wie dat was, maar er was er zeker één. Maar ja, nee hoor, dat is geweldig. Soms kan ik me wel voorstellen, want dan sta ik hier met twee trainers de boel te interviewen. Dat ze wel denken van, die ouwe die moet weg, want ze zien te weinig hiervan, weet je wel. Maar we denken bij DVS TV van, nou, dat halen we even lekker in vanavond. Nou, dat is duidelijk, hè? Ja, zeker. Prachtig is het. Ja, mooi bord. Het gaat zo, maar het gaat daar ook gewoon door, hè, in die hoek. Ja, zeker. Nee, het is toch leuk om dit zo zaterdags na de wedstrijd goed in beeld te krijgen. Met de trainers erbij en zo. Nou ja, dat vinden de mensen die hierop staan denk ik ook wel leuk. Dat is een hele belangrijke zaak natuurlijk. En ik denk dat die businessclub inderdaad daar met al die netwerken natuurlijk bovenin in die ruimte dat heel erg goed doet bij DVS. Ja, dat doen ze zeker hoor. Ja, ik werk daar één keer in de maand en dan maak je alles mee natuurlijk. Hè. Hartstikke leuk. Zo zie je dat in alle geledingen, van zeg maar onder tot boven, als ik dat een beetje oneerbiedig mag zeggen. Van vrijwilliger tot de kantine of het clubhuis, zoals ze tegenwoordig zeggen, tot aan de businessclub. Het allemaal behoorlijk voor elkaar is bij DVS. Ja, zeker. En vooral een pluimpje naar de voorzitter toe, die daar heel veel werk in verzet. In allerlei hoeken komt hij als voorzitter en nog allerlei andere taken die hij doet. Ja, het is soms denk ik wel eens aard, doe niet te veel, maar ja, dat zit nou eenmaal in hem. En als je hem zaterdags aan de overkant, als je hem zoekt, staat hij altijd bij het hekje aan de overkant. En hij haalt de bal al op, al gaan die over de kool van de tegenpartij heen. En hij ziet hem dat hij daar in de struiken verdwijnt, wie gaat hem halen? Aard, dus. Het is een lust in zijn leven. We hebben nog meer bestuursleden en die doen weer hun werk natuurlijk op hun manier. Dus ja. Jij doet nog jaren jouw werk hier. Zolang ik het nog kan, blijf ik het doen. Maar mijn ruggetje begint een beetje op te spelen. Dus
Het zal wel allemaal gewicht liggen, zeggen ze dan. Oké, blijven sporten, Jubo, hè? Ja, zo is het. Blijf in beweging. Oké, hey, bedankt voor dit interview. Ik vond het prachtig. Ik weet niet of jij het leuk vond. Maak er wat van. Oké, we gaan er wat van maken. Oké, bedankt.